ben ik weer. Weten jullie nog dat ik in een eerdere vlog het heb gehad over de hele leuke serie, het ministerie van oplossingen? Nou, ik heb goed nieuws, want er is nog een deel, het ministerie van oplossingen en de zilverjongen. En hier wil ik over, in deze vlog het over, graag over hebben. Het ministerie van oplossingen is geschreven door Sanne Roosboom en de tekeningen op de omslag zijn gemaakt door Mark Jansen. Het ministerie van oplossingen bestaat uit twee oudere vrouwen en een groepje kinderen. Het ministerie van oplossingen probeert problemen van andere mensen op te lossen. Maar er zijn natuurlijk wel een paar regels. Eén daarvan is, je moet iedereen helpen, ook al vind je diegene niet heel aardig. En nou net, dat gebeurt in dit boek. Ze moeten namelijk een jongen, Ralf, helpen. En die jongen is helemaal niet aardig, want die slaat en die schopt en die doet kinderen pijn. Maar ja, een regel is een regel en dus moeten ze hem gaan helpen, want hij heeft een probleem. Het ministerie van oplossingen komt er gaandeweg wel achter waarom hij zo raar doet en wat nou de oorzaak is. Zijn ouders zitten namelijk in een scheiding en daarvan wordt hij heel chagrijnig. En het gaat niet goed op school, omdat zijn ouders de hele tijd boos zijn op elkaar en hij eigenlijk moet kiezen tussen zijn moeder en zijn vader. En dat is een hele moeilijke keuze. Door die vechtscheiding is Ralf heel chagrijnig en boos op alles en iedereen. En niks lukt. School gaat heel slecht. Het ministerie van oplossingen wil ervoor zorgen dat het beter gaat met Ralf. Maar hoe ze dat gaan doen, dat moet je maar zelf gaan lezen in het boek. Zo, ik had al gezegd dat er vier delen zijn van het ministerie van oplossingen. En het zit vol spanning en avontuur. Dus als je daarvan houdt, zijn dit de perfecte boeken en je kunt ze ook gewoon apart lezen van elkaar. Lijkt jou dit nou een leuke serie? Ik zou zeggen, reserveer ze dan online en haal ze af bij de Bieb. En dan kun jij zeker de kerstvakantie en de lockdown wel doorkomen. Dit was het ministerie, maar ik heb nog een leuk boek waar ik jullie iets over wil vertellen. Komen jullie mee? Ik wil jullie nog wat vertellen over het Bungelhuis. Ik zag deze in de boekenwinkel liggen en toen had ik niet echt direct het gevoel, die moet ik lezen, want ik vind de voorkant niet echt aantrekkelijk. Je ziet een raam en een, ja, ik weet niet wat het is, ja, nog iets ervoor en het Bungelhuis, ja, je weet eigenlijk ook niet zo goed wat het nou eigenlijk is. Maar ik heb de achterkant toen gelezen en toen zag het er eigenlijk best wel interessant uit en toen ben ik hem maar gewoon gaan lezen. En het was een heel geweldig boek. En dus moet je niet alleen maar de voorkant afgaan bij boeken. Want die zijn soms iets minder aantrekkelijk. Maar je kunt bijvoorbeeld de achterkant gaan lezen of er gewoon even inkijken. En dan zul je zien dat heel veel boeken heel leuk zijn. Ook al is de voorkant iets minder. Het Bungelhuis is geschreven door Annette Huizing. En het gaat over Ole. Hij is ongeveer 12 jaar. En hij komt erachter dat hij eigenlijk een opa had. Maar hij komt erachter op de dag dat zijn opa is gestorven. En hij krijgt dan het huis van zijn opa, die erven ze. En ze verhuizen naar Noord-Brabant. En hij gaat samen met zijn vader gaat hij wonen in het huis van zijn opa. Ole wil er graag achterkomen waarom zijn ouders allemaal negatieve dingen over zijn opa zeiden. En waarom nooit iets goeds. En daar komt hij, gaandeweg het verhaal, komt hij daarachter dat zijn opa niet zo'n leuke rol heeft gespeeld in de botersmokkel van in de jaren 50 en 60. In de jaren 50 en 60 werd er dus veel boter gesmokkeld van Nederland naar België. En de opa van Ole heeft daar een grote rol in gespeeld. De mensen die boter gingen smokkelen, smokkelden de boter in pungels. Dat zijn een soort tassen. En daarom begrijp ik nu ook de titel Het Bungelhuis. De vader van Ole vond het eigenlijk helemaal niet leuk dat zijn vader zo'n grote rol heeft gespeeld in de botersmokkel. Maar wat er dan allemaal is gebeurd, dat moeten jullie zelf maar lezen in het boek. Het boek speelt zich af in het heden, maar je leert ook heel veel over het verleden. Want ik zelf is nog niet heel veel over de botersmokkel. En daar gaat dit boek heel erg over. En het is best wel een spannend verhaal over de botersmokkel. Dus ja, dat is heel leuk aan dit boek. Ik hoop dat jullie wat hadden aan deze boekentips.
Reserveer ze en leen ze bij de Biep. En geniet ervan. Nou, dat was hem alweer. Tot de volgende keer. Doei!